Amsterdam. Echt vies. De brand in Café de Bierkei woedde op 22 juni. Bijna 2 maanden geleden dus. Maar alles ligt er nog steeds bij zoals het na de brand is achtergelaten. De verrotte en beschimmelde etenswaren zorgen voor een enorme stank in de buurt. Er hangt gewoon echt een lijkenlucht. Het is echt heel vies. En ja, voor de klant is het ook natuurlijk geen prettig gezicht dat er hier naast jouw pand staat afgebrand. Ook als je bij ons op het terrasje zit, dan ruik je toch, als er een windje langskomt, ruik je toch heel erg de brandlucht. En de lijkenlucht ruik je heel erg. Het is een verschrikkelijke bende. Waarom doe je er niks aan? Omdat ik er vrij weinig aan kan doen. Als het aan mij lag, was het allemaal denk ik wel onweest. In ieder geval weg. Het laatste woord is namelijk niet aan de uitbater, maar aan de eigenaar van het pand. En die laat in een reactie weten de rommel pas op te ruimen als hij uitsluitsel heeft gekregen van de verzekering. Je hebt echt zo'n gevoel van ja, waarom gaat het niet weg? Of waarom ruimen ze niet in ieder geval een deel op? En dat is wel heel frustrerend. Ik snap dat het allemaal heel moeilijk is, ook met de verzekering. Maar ja, het wordt tijd dat het echt weggehaald wordt nu.